Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag speel ik terug Counter-Strike Global Offensive. En ik weet het, mijn haar is gewoon één teringzooi. Dat komt omdat ik vandaag was gaan zwemmen met school en het is een beetje verkeerd gedroogd. Een beetje is eigenlijk gewoon helemaal rampzalig. Dus we zitten hier in de safehouse in de warm-up. We spelen met de Mac-10 StatRack, Mac-10 Rangin, Camo, Rob in de map safehouse, arm race. Ik zal lekker... Ja, sorry, ik was wel COD dingen aan het nadoen, maar ik kan het echt niet. Dus ja, welkom in de video. Het potje echt beginnen. En ik ben echt bijna nooit counterterrorist op deze map. Ik snap niet waarom ik counterterrorist heb gepakt, want ja, dan krijg je dat dus, dan ben ik dood. Maar nee, dus ik heb weer al een lange tijd niet geüpload. Dat was net zoals de vorige keer. Ja, school, ik had heel druk met school, maar de toetsenperiode is afgesloten, dus het is nu weer wat rustiger met school. Dus er komen wel wat meer video's online terug. Ik had trouwens hier echt vies vuil campen. Oké, dat was een makkelijke ranken. Wat ik ook nog even wou zeggen, nu Minecraft Story Mode episode 2 gedaan is, gaan we verder met Outlast. Na Outlast doen we Minecraft Story Mode episode 3. En dan maken we Half-Life af en dan komen er meer en meer let's plays, snapte? En elke vrijdag ga ik proberen om een CSGO video te uploaden. Ik kan niks beloven. En van waar de fuck komt dat? Kijk, ik ga hier zo op en ik word gekillt. Ah nee, toch niet. Maar dat is nieuw. Ahaha, Vincent Kiezenbrink. En ik wou het vandaag toch wel over een onderwerp hebben. En dat is No Man's Sky. Als je het spel niet kent, het is een open exploration game. Hè? Een multiplayer game. Nou ja, anyway. Dus ik wou het vandaag over No Man's Sky hebben, de dikste rip-off van mijn leven. En waarom is No Man's Sky nu de dikste rip-off van mijn leven? En wel, ik betaald 60 euro voor het spel. Ik heb toch 60 euro voor het spel betaald. En ik zeg nu, het is echt gewoon 60 euro in een vuilbak smijten. Daar komt het gewoon op neer. Dat is echt gewoon net hetzelfde. What the fuck? Ik bedoel, in No Man's Sky, als je de eerste keer het spel opstart, zeg je van wauw, dit is echt cool. En dat is ook cool. No Man's Sky is cool als je het voor de eerste keer opstart en nou niet meer. Want na 10 uur voelt elke planeet hetzelfde aan. Na 10 uur heb je dezelfde beesten al op meerdere planeten gezien, alleen met een ander kleurtje erover. En het heeft gewoon amper content. Gewoon, oké, respect voor de makers, ik bedoel. Er zijn met een team van 13, oh my god. Met een team van 13 mensen hebben ze die game gemaakt op 3 of 4 jaar. Wat ja, eigenlijk wel best impressive is. Maar het heeft zo weinig content. Je kunt amper iets doen. Ik bedoel, oké, ze hadden op voorhand gezegd van... Hé, je kunt alleen maar exploren. We zeggen het. En oké, dat is waar. Maar het is ook niet de bedoeling dat na 10 uur elke planeet hetzelfde voelt. In de trailers hebben die allemaal zo van die perfecte planeten met zo supercoole dieren. En wat krijg jij? Jij krijgt zo wandelende dildo's of zo op je planeet elke keer en dat is niet nice. Wacht, de teamleader, die heb ik... Oh, fuck off. En dat is gewoon niet leuk. Ik bedoel... Dan heb je ook nog zo die bases. En oké, dat is cool. En de space stations, die zijn ook cool. Dat is waar. Maar daar stopt het dan ook gewoon. Ik bedoel... Dan heb je zo van die om de 5 meter op een planeet vind je zo'n base waar je eigenlijk zo helemaal niks mee zijt. Want elke keer is er wel hetzelfde in die base. Wat ook wel cool is, is dat je van die woorden kunt leren. En oké, dat is wel cool. De monolithen zijn cool. Dat is zeg maar van die religieuze dingen. Allah Akbar, boom. En ja... als ik eerlijk mag zijn, ik was echt eerst voor de game. Ik was van, oh, No Man's Sky, dat gaat de game zijn. Met je vrienden, planeten exploren en die shit. En eigenlijk zit er gewoon geen multiplayer in. En voor degenen die denken van, oh, maar er zijn 8 biljoen planeten waarschijnlijk. Of 8 biljoen stelsels, ik weet het al eigenlijk niet meer. Hoe is dat? Oh! En dan gaan de meesten zeggen van, ah, niet hopen dat je al iemand anders planeet hebt gevonden. Ik heb inderdaad al iemand anders planeet gevonden. Ik heb die toegevoegd op Steam. En ik zei, hé, kom, misschien kunnen we afspreken. Dus we hadden op een bepaalde planeet afgesproken. En we hadden elkaar daar niet gevonden. Wat we dan hadden gedaan, zei, kom naar een ruimtestation. Daar ziet elkaar sowieso. En daar vonden we ook niet. Wat blijkt dat we zogezegd op een andere server waren. Maar dat is geen multiplayer. Ik bedoel, ik moet toch ook op CSGO met Russen spelen. Waarom zou ik dan niet op No Man's Sky met Australer kunnen spelen? Australer, wauw. Goed gedaan, Wouter. Precies een straaljager, maar nee. Kijk hè, als ze gewoon een jaartje langer hadden gewerkt aan No Man's Sky. Gewoon een jaartje. Dan was de game zoveel beter geweest. Maar ja, ze vonden het dus niet nodig om een jaartje langer te werken aan No Man's Sky. Want binnenkort komt er ook een update met base buildings. En mijn vriend zei van, oh my god, base buildings is super cool. Nu ga ik No Man's Sky terug spelen. Maar ik ben eigenlijk zo'n beetje van, what the fuck zijt je met bases op No Man's Sky? Je gaat om de 5 minuten naar een andere planeet. Ik bedoel, waarom zou je dan een base maken als je om de 5 minuten naar een andere planeet gaat? Om de 10 minuten van sterrenstelsel wisselt en al die shit. Ik zou graag op het dak gaan, dan moet je... Oh nee, dat wou ik niet doen. Ah, oké, dat is mijn teammate. Oh, het is echt niet meer een dag eigenlijk. Het is ook echt serieus lang geleden dat ik nog CSGO heb gespeeld. Alsjeblieft. Oh, waar komt dat? Oh, get wrecked, bitch. Maar nee, dus mijn standpunt is gewoon No Man's Sky is echt gewoon één grote flop. En nu zijn er nog altijd mensen die No Man's Sky verdedigen. En dat snap ik eigenlijk echt niet, want... Eerlijk, er is echt bijna niks leuk aan de game. Buiten wat exploren kun je ook gewoon niks doen eigenlijk. Dus ja, ik snap niet dat mensen No Man's Sky überhaupt nog ja, supporten. Van mij krijgt de game echt gewoon een 3 op 10. Ja, 1 voor de moeite, 2 voor alle planeten en 3 omdat het cool is. Dus daarom is het dus een 3 op 10. Het is ook totaal niet logisch, I know. Ja. Maar what the fuck? Huh? Hoezo raakt ik die niet? Ja. Maar, waar zit die gast zelfs? Wow, eindelijk, dat duurde een tijd. Oké, dankjewel. Oh, yes. Oh, maar laat mij hem dan knijven. Stomme klote, jongen. Die gast verdient echt gewoon een knife. En jij vindt gewoon een dikke dildo in de kont. Godver. Oh nee. Oké, dat was echt het slechtste aim ooit. Hij is dood. Oh, ik word echt zot van al die shotguns, maar echt. Ah, stop met je fucking shotguns. Ah, oh, hier. Jij verdient... Ah, alsjeblieft. Oh, dat deed zoveel deugd. Dat deed echt gewoon zoveel deugd om iemand te naaien. Maar echt niet normaal uit. Jesus Christ, hoeveel keer moet ik erop schieten met mijn shotgun? Zijn ammo was zelfs leeg van zo'n ding dat gewoon niet leeg gaat. What the fuck? Dan moet je er echt wel heel hard naast schieten. Oh my god, ik schoot echt. Ik krijg van die avoid gast. Ja, zo word je dus teamleader van gewoon te fucking. Ah, dit... Ah, ik krijg echt gewoon... Ah, hier. Nee, word ik knife. Krijg ziektes. Kijk hè, als je dus over No Man's Sky praat, zo slecht gaat uw game dan gewoon. No Man's Sky is gewoon een vloekte, een ziekte. Nou, uitgeroeid moet worden. Ik wil mijn fucking geld terug. Oh my god, de andere teams zijn echt zo'n klootzak en ik speel zo slecht. Het is echt gewoon No Man's Sky. What the fuck? Van hoe ver was dat? Ah. It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. Holy shit. Hoe had ik dat overleefd? What the fuck happened there op the end? What the fuck happened there op the end? Nice English, Water. Maar dit is dan de video voor vandaag. Ik hoop dat je de video toch een beetje leuk vonden. Dus vond je het weer leuk, was dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je de volgende keer en de volgende keer meer CSGO. En ik zeg ciao.